Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Ja, welkom. Leuk dat je kijkt naar deze bijzondere uitzending van Heracles TV. We zagen beelden voorbij komen van de eerste training sinds lange tijd. Afgelopen maandag stonden de spelers voor het eerst sinds lange tijd weer hier op het veld van RV Assito voor de eerste training. Natuurlijk wel met de nodige maatregelen in acht genomen en hierover spraken wij met hoofdmedische staf Emiel Bolsje. De voorbereiding hebben we gedaan samen met Edwin Valente, onze teammanager. Met Martin, is onze materiaalman. En Colin de Graaf is onze fysiek trainer. Het was een zeer uitgebreid protocol van de KNVB. Zeven pagina's was dat. Het gaat over het inrichten van het stadion. Het trainen met kleine groepen. Dus we moesten heel veel doen om aan het protocol te voldoen. Bij binnenkomst we hebben een aparte ingang en een aparte uitgang gecreëerd. De spelers moeten een speciale looproute volgen, zodat ze elkaar niet treffen. Ze gaan eerst naar de businessclub toe om daar hun kleding in te leveren en hun oefeningen te gaan doen. Daarna gaan ze de route richting veld volgen, waar ze in groepjes van 6 gaan trainen de eerste week. Vervolgens gaan ze naar een ander veld toe. Voor een andere training van een half uur. En daarna gaan ze buiten het stadion langs naar de auto toe om zo weer naar huis te gaan. De komende weken zullen qua maatregelen eigenlijk hetzelfde eruit zien als op dit moment. Het grootste verschil gaat zijn dat we de groepen gaan vergroten naar 8 personen. Maar qua maatregelen, qua 1,5 meter afstand, qua hygiëne gaat er eigenlijk nog weinig veranderen. En zo gaan we elke week hopen we elke week dat we een kleine uitbreiding kunnen maken met inachtneming van de regels die het RIVM ons heeft gegeven. Dat is eigenlijk het grote verschil. Ja, trainen dus in de kleine groepjes en met de nodige aanpassingen. Maar we moeten lekker zijn geweest voor de spelers om voor het eerst sinds lange tijd weer hier op het veld te staan. Zo ook Mohamed Osman, die toch de laatste weken wel voorzien was. Want hij kon op het veldje van zijn buurman alleen voor zichzelf trainen. Ik heb de laatste weken toch wel best aardig getraind voor mezelf. Ik heb een veldje wat echt 20 meter afstand van mijn huis is, een voetbalveld. Dus een ballenzak meegenomen en daar getraind voor mezelf. Ik heb even bij de buurman aangeklopt, want die is de eigenaar van de club. Even aangeklopt of het mag. En hij heeft akkoord gegeven, dus ik mag lekker voetballen daar. En lekker groot veld, dus ik kan goed uitleven daar. Ja, ik heb de laatste weken natuurlijk wel gelopen, maar het is ook moeilijk omdat je wil niet te veel intensiteit op je benen leggen, omdat het toch een andere intensiteit is. Bijvoorbeeld op straat hardlopen of überhaupt hardlopen buiten, dat is toch is anders dan op het veld trainen en met de jongens trainen. Dus tuurlijk, je probeert jezelf zo fit mogelijk te houden. Het is anders, met de bal is altijd anders in het veld dan buiten om te hardlopen, maar ja, je gaat wat dingen voor jezelf doen en probeert zo fit mogelijk terug te komen.
is toch wel apart. Je komt hier een kleine groepje het veld op. Je doet hele andere oefeningen dan eigenlijk wat je normaal gewend bent om met een teamverband eigenlijk. Dus het is wel lastig. En aan de andere kant ben je ook blij dat je terug bent. Dat je weer gewoon lekker met de bal kan trainen hier in de club. En dat je gewoon weer de jongens kan zien überhaupt. Dus dat is ook wel weer fijn. En ik denk dat dat het beste is. En nu weer gewoon proberen zo fit mogelijk hier te eindigen. Ja, ik heb niet heel veel gepland eigenlijk vandaag. Het is meer even kijken van wat vanmiddag weer op me af gaat komen. Dat je iedere middag nu eigenlijk vrij bent en niet echt een planning hebt. Het is gewoon goed rusten. Gelukkig schijnt de zon, dus we kunnen dat meenemen. En kijken wat we thuis gewoon rusten, denk ik weer. En proberen weer morgen goed te trainen hier. Ja, goed getraind. Het is toch anders. Het is toch weer met de bal veel doen en veel intensiteit. Dus dat is goed. Dus nu hoop ik gewoon rustig weer een niveau te pakken wat je eigenlijk kan bereiken. Je hebt als speler altijd doelen waar je aan wilt werken. Je mindere punten. Je gaat blijven trainen natuurlijk zoals altijd. Het enige nu is, je kan niet trainen in een teamverband. Dus je traint gewoon meer individueel nu. Aan de andere kant is het ook wel normaal, omdat je eigenlijk altijd wel op de club komt om individueel toch wat te trainen extra voor jezelf. Maar dat doe je normaal gesproken altijd na een training. Nu doe je dat eigenlijk de hele training door. Dus het verandert niet heel veel, maar ja, het is toch wel anders omdat je toch wel niet met z'n allen op een veld staat. Ja, geen hele grote veranderingen dus, maar het voelt natuurlijk wel anders. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de technische staf. Wij spraken met trainer Frank Wormoed over de afgelopen weken, de trainingen van nu en de situatie van straks. Die letzten Wochen habe ich viele Zoom-Aktionen gehabt mit der Mannschaft. Also ich war in ständigem Kontakt mit Vereinen und Spielern, aber nicht nur visuell, nicht mit Berührung. Es waren 44 Tage in meiner selbst erwählten Quarantäne. Habe ich 44 Tage in der Tat, wie ich gerade gesagt habe, immer wieder Kontakt gehabt mit Neuzugängen, mit Beratern, in der Zusammenarbeit mit Tim Chrilissen an dem neuen Kader gearbeitet, dann mit meinen Trainern Kontakt gehabt, insbesondere auch mit Michael van Doren bezüglich Videoanalyse haben wir über, was können wir in dieser Zeit jetzt machen, schneiden, um den Spielern, wenn sie kommen, nochmal zu visualisieren, was gut ist, wo sie sich verbessern können. Also ich war immer beschäftigt. Ja, ich hab mehr Sport selbst gemacht, muss ich sagen, ja, in der Tat. Ich habe mich mehr bewegt, weil ich dann auch morgens keinen Zeitdruck hatte. Bin ich oft dann fast jeden zweiten Tag morgens in den Wald gegangen, mit meinem Hund joggen gewesen. Und habe dann das Frühstück recht spät gemacht, um mich dann wieder mit dem Verein zu beschäftigen bis abends. Also wir haben die Vorbereitung haben wir so erarbeitet, dass wir bereits schon am 1. Mai uns hier getroffen haben und sind dann die ganzen Themen durchgegangen, die die Mannschaft unter den Maßregeln, die uns gegeben werden, auch trainieren kann. Wir achten absolut auf das, was der KNVB vorschreibt. Das ist unsere Aufgabe, da als Trainer zu improvisieren. Aber ich finde, wir können diese 8 Wochen, die wir jetzt haben, bis zum Kontraktende nutzen, um im Bereich von Individualtaktik, Technik zu arbeiten. Sowohl mit Clips, die wir schon vorbereitet haben, als auch auf dem Platz. Es ist vielleicht nicht so spannend für die Spieler, aber sie haben eine hohe Wiederholungszahl jetzt in kleinen Prinzipien, die wir ständig mit den Spielern in unserer Philosophie bearbeiten. Wir haben also eine Entschuldigung, wir können gar nicht anders. Und auf der anderen Seite müssen die Spieler es machen und dann lernen sie es auch mehr noch, weil wir hohe Wiederholungszahl haben. Ja, also es ist natürlich klar, dass wir uns jetzt in der ersten Phase natürlich nur auf Technik und Individualtaktik konzentrieren. Wir verbinden es. Man hört zum Beispiel, wir spielen eine Wand an, nehmen den Ball an und nehmen ihn dann sofort links und rechts mit. Das sieht vielleicht jetzt einfach aus, ja, aber es hat das Prinzip, dass wir ständig sagen den Spielern, wenn ihr den Ball bekommt, schaut vorher, scannt die Situation, wo ist der Raum, wo ich mitnehmen kann. Also annehmen, mehrnehmen, Räumte. Das trainieren wir in einem Parcours, wo sie auch gleichzeitig Ausdauertraining machen. Also wir spielen ständig Belastung, Entlastung und bauen Technik und Taktik ein. Und wir haben nun mal einige Prinzipien, die wir ständig von den Spielern erwarten. Und das bauen wir da ein, sodass sie Wiederholungen haben. Was uns natürlich fehlt, ist jetzt der Übertrag aufs Spiel, weil das können wir am Ende nicht machen. Aber wir nutzen diese Zeit, die wir bekommen, für ein individuelles Training.
Wir schauen jetzt von jetzt natürlich auch in Richtung der neuen Saison, das ist klar. Warum? Wir müssen ein Ziel haben. Deswegen haben wir eine 8-3-8-Periodisierung gemacht. Das heißt, wir werden jetzt 8 Wochen trainieren, dann 3 Wochen Vakanzi, Urlaub haben, um dann 8 Wochen auf diesen 12.9. uns vorzubereiten. Die Wochen selbst sehen jetzt so aus, dass wir 4 Tage trainieren und 3 Tage frei haben. Das heißt Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag Training, Mittwoch und Wochenende frei. Damit wir den Spielern in diesen 8 Wochen auf ein gewisses Niveau bringen, dass sie sagen können, sie haben ein gutes Niveau, aber sie werden nicht das Niveau haben, das wir brauchen an einem Wettspieltag. Aber wir halten sie frisch, wie es so schön heißt. Ja, langzaam en in 2 fases toewerken dus naar het aankomende seizoen, waarin trainer Frank Wormoed dus ook weer beroep kan doen op aanvoerder Robin Prupper. Afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat het optie in zijn contract werd gelicht en na 4 jaar dus gewoon weer een jaartje erbij. Jaartje erbij, ja zeker. We zijn er blij mee. Optie gelicht. Afgelopen maand natuurlijk al. Alleen door coronamaatregelen hebben ze dat even laten rusten. Nu komt het naar buiten, dus dat is leuk. Het is fijn dat het nu naar buiten is. Ja. Nou, de club staat altijd voor ontwikkeling en daarvoor heb ik 4 jaar geleden ook getekend. En die ontwikkeling maak ik nog steeds door. Ik heb natuurlijk een jaartje ben ik eruit geweest door de blessure. Maar ondanks dat heb ik me hier uitstekend kunnen doorontwikkelen. Daar staat de club ook voor. Je ziet het, dat ze jonge jongens halen, daarmee aan de gang gaan en willen verkopen. En je ziet aan de selectie dat het elk jaar weer toch weer leuke spelers bij zitten. En daar ben ik blij mee dat ik daar deel van uit kan maken. Ja. Ja, als relatief jonge jongen. Ik ben nog steeds redelijk jong, vind ik. Misschien wel een van de ouderen uit het team, maar ik ben gewoon nog 26. Dus ondanks dat kan ik hier uitstekend doorontwikkelen. En daar ben ik super blij mee dat Heracles mij die kans ook geeft. Ja. Enigszins voordeel van deze vervelende situatie natuurlijk, dat geblesseerden die mochten nog doortrainen, individueel. Ik ben eigenlijk een soort van geblesseerd. Gestopt met competitie omdat ik een kijkoperatie heb gehad. En daar kon ik nu mooi de tijd voor nemen om helemaal fit terug te komen. En daar heb ik de afgelopen week hard aan gewerkt. En ik ben hartstikke fit en ik loop iedereen eruit nu. Iedereen wacht met smart weer op dat de competitie kan van start gaan. En dat zal nog een lange periode zijn voordat het gaat beginnen. Maar we zijn al blij dat we nu weer op het veld kunnen staan. Ik heb al gezegd dat we onder een vergrootglas liggen, dus daar moeten we goed rekening mee houden dat we max met 6 natuurlijk mogen trainen. En dat doen we hier en ik ben blij dat we dat in ieder geval kunnen doen. Ja. Je mag natuurlijk geen duels spelen. Als het goed is gaat het langzamerhand uitgebreid worden van 6 personen naar 8 personen, 10 personen hopen we op. Langzamerhand begin je steeds meer voetballer te worden weer. En ik merk dat iedereen ook hartstikke veel plezier weer uit had om lekker op het veld te staan. Dus daar ben ik super blij mee. Dat is wat ik er ook van verwacht. Veel plezier en hard werken. Ja. Ja, aanvoerder Robin Prupper dus gewoon nog een jaar Heracliet. Hij ziet het plezier terugkeren op de trainingen. En dat is denk ik een positieve noot om deze uitzending mee te eindigen. Ik wil u bedanken voor het kijken. Blijf gezond en graag tot de volgende. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.